naam is Ine en mijn urban craft is het ontwerpen en maken van dassen. Toen ik afstudeerde aan de Academie van Gent, had ik als thema dandies gekozen. En als je terugkijkt naar de moderne dandy en ook in het verleden, zag je dat ze veel sjaals en dassen droegen. Dat was al een klein element in de collectie, maar omdat ik dat een interessant gegeven vond, wou ik daar echt rond ontwerpen. Ik wou sowieso mij meer toespitsen op accessoires. En gezien dat een das, dat er nog niet zoveel rond ontworpen is of rond gebeurd is, ben ik gaan experimenteren met de manieren waarop je een das kunt dragen. Of met verschillende materialen, zoals wol en jeans bijvoorbeeld. Het is eigenlijk een zoektocht geweest, want niet alle materialen lenen zich voor een das, want een das moet uiteindelijk ook nog soepel vallen. Dus de dikke materialen lukken niet. Een das wordt nog dikwijls gelinkt aan een kostuum, het dragen van een kostuum. En ik probeer elementen uit het kostuum te halen om die te verwerken in een das. Van het moment dat ik wat tijd vrij heb, dan zit ik ook achter de naaimachine of ben ik met van alles en nog wat bezig. Ik ontwerp de dassen voor mannen, maar er zijn ook vrouwen die de smalle dasjes kopen dan. Ik hoop dat ik verder dassen kan blijven ontwerpen en verder experimenteren met manieren van aantrekken, andere materialen. Dit aangevuld met graag een volledige collectie ook voor mannen.